Hallo allemaal, ik ben hier met meneer Roel. Dag Roel. Roel die is helemaal gek. En Roel is, Marshall hier. En we gaan laten zien hoe de shops werken. Hoe je een shop maakt en hoe je spullen verkoopt. En we hebben hier een winkelcentrum gemaakt voor jullie. En de Warp, wat is de Warp, Roel? Warp winkelcentrum dacht ik. Warp winkelcentrum. Even kijken. Ja, het is een piramide. Het lijkt op een casino, maar het is een winkelcentrum. Wat loop ik langzaam? Howdy, kom binnen. Ja. En we hebben ook al klanten, zie ik. Die zijn volgens mij op zoek naar eten, want ze zien er niet echt dik uit. Ik hoor een spin. Roel, doe jij eens alle beesten doodmaken? Weet je? Ik kan het niet zien. Ja. Maar dan, ik moet plassen, ik wil water hier al. Oh, Roel is van de discoverlichting. En zijn volgende project is ook een discotheek met redstone lampen. Echt? Ja, dat weet je nog niet. Dat was ik nog niet echt. Maar dat wordt waarschijnlijk jouw volgende project. Okay. Nou goed, dit wordt een publieke shop. En dan kan je dus spullen aan de server verkopen voor geld. En je kan ook voor geld spullen van de server kopen. Hij is nog leeg. We gaan binnenkort allerlei dingen doen. Als jullie ook dingen willen kopen of verkopen, we hebben een forum. Daar kan je op knallen. En we gaan nu laten zien hoe je shop hier maakt. Wat je moet doen is, ik word helemaal gek van het water. Echt waar, ik moet ervan plassen. Nou, we zetten hier al een kist neer. Kijk je mee, Roel? Ja, kijk mee. Oké, je zet een kist neer. En in die kist doe je iets wat je wil gaan verkopen. Nou, stel je wil hout gaan verkopen. Of prachtige antieke houten kisten die jij zomaar even uit het niks haalt. Nee, die had ik in mijn inventory. Ik, ah ja. Yeah. Ja, en ik heb ook heel veel hout. Maar je wil bijvoorbeeld per 10 planken wil je hout gaan verkopen. Dat is best wel duur. Nou, maak er 20 van. Wat heb ik er nou? 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat zijn er 22. Nou, dan doen we er weer 2 van af. Want die kunnen in de kist natuurlijk. Die doe je in de kist, wat je wil verkopen. Wat je dan doet, is je plakt er een sign boven. En dan typ je in. Hoofdletter B, U, Y, buy. Met haakjes. Roel, die weet echt niet wat hij moet zeggen. Vertel eens wat leuks voor je. Wat leuks? Ja. Yay, I did it! Wat heb je gedaan? Oh nee, nou, serieus. Iets leuks zeggen. Wordt er ook eentje wakker hoor. We werken met dollars. Nou, wat je moet doen bij het bord, je zet bovenin buy tussen haakjes, eronder wat je verkoopt. Je kan er zetten wat je wil, dat maakt niet uit. En die regel eronder ook. Alleen de laatste regel, daar zet je de prijs in. Dat is in dit geval $1. Dus 20 planken voor $1. $1 is bij ons 1 iron ingot. Dus al je iron ingots, die kun je omwisselen voor dollars. En je kan dollars weer omwisselen voor iron ingots. We gaan ook binnenkort wisselstations maken. En als jij een mijner bent en je wil een wisselstation, komen wij die voor je plaatsen. Zo zijn we ook. Maar goed, dit bordje, daar kan je op tikken wat je wil. Maar er gebeurt niks. In de kist gebeurt ook niks. Dan pak je redstone. Kijk Roel, redstone. Roel die is AFK geworden ineens. Ik ben even helemaal onder de indruk van hoe geweldig dit prachtige systeem werkt. En dan tik je met je redstone op het bordje. En dan zie je links onderin sign location stored. Oeh, Engels, lastig. En je klikt ook met je redstone op de kist. Ja, maar wat ik nou niet snap, hè? Ja. Hoe kun je nou met een handje vol poeder ergens tegenaan tikken? Ja, dat is de kracht van Minecraft. Minecraft, oh man. Oké. Okay. Anyway, buy wordt blauw op je plankje. En als Roel nu met zijn klauw tegen dat ding aanslaat. Ja, dat doe ik.
Dat doe je. En nou zie je wat je kan kopen. Ja, dat klopt. En als je met je andere muisknop tegen het bordje aanslaat... Dan word je afgezet. Nee. Doe nou. Nou, dat kost me geld, ja, verdorie. Dat kost je $1 armer. Maar je hebt wel 20 planken. En nou zie je ook dat buy is rood. Want er zaten maar 20 planken in de kist. En wat je dus moet doen is de kist bijvullen. Nee, niet met vis, met hout. En dan, als je weer er tegenaan slaat, dan kan je dus, dus de winkel weer open. En roel, dan kan je al je geld spenderen aan planken. Voor heel veel afzetterij geld en alles, bla bla bla, en zo. Roel is er helemaal stil van. Ja, 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 absoluut. Ja, dat is precies waar ik stil van ben. Maar wat in ieder geval, dit is dan het principe van een shop. Het mooie van de shops is ook dat je de kist, die kan je gewoon ergens in je eigen huis zetten. En die bordjes, die kan je dan gewoon hier al, ja, je kan hier een winkeltje bouwen. We hebben plots gemaakt. Roel heeft plots gemaakt. Roel is de manager van het winkelcentrum. Hij is een soort, hij is eigenlijk de Minecraft Albert Heijn manager. Oh, zal ik jou eens een leuke anekdote vertellen over die redstone lamp hier? Ja, vertel. Je ziet die blokjes waar we op lopen, hè? Ja. Alle blokjes daaronder zijn sinds vandaag redstone torches. Wat geweldig. En waar hangen die redstone torches dan vast? Nou, aan het blokje daaronder. Oh, ze staan recht overeind. Maar is het zo dat de vloer, die is gewildguard. En die kan alleen jij stuk maken en ik. En hij is volledig gepowered. Ja. Oh, cool, dat is leuk. Dus je zet een lamp op de vloer en je hebt stroom. Nee. Jazeker. Wat geweldig. We willen niet dat de winkels hier zonder stroom zitten. Nee, nee, tuurlijk. We hebben een onuitputtelijke bron van heel veel toortjes. Daarom hebben ze een gratis kortsluitingvloer. Ja. Maar je kan dus hier je winkeltje bouwen. Kies een plotje uit, maar één plotje per persoon. We hebben ook nog een tweede verdieping. En we hebben mobs hier al. Altijd leuk. Nou, kijk hier. We gaan al heel wat toortjes stuk. Nou, zoals je ziet, de creepers doen het ook. Kun je meteen een creeper heel demonstreren? Zo lollig. Oh, ja, natuurlijk. We gaan de vloer repareren door helemaal niks te doen. Door toverspreuken. Abracadabra! Ik ga gewoon naast jou staan. Niet in het gat vallen. En dan gaan we eens tweeën kijken. Blijf nou staan, kring. Nou, het is een... ik wou zeggen het is een selfshot, maar is het niet. Heb jij nog wat leuks te melden, Roel? Ja. Vraag er niet om een mooiere shop te bouwen dan ik gedaan heb, door ik boos. Nou, je hoort het. Je moet dus een heel lelijk winkeltje bouwen. Het is een grapje, hè? Jij mag de shop zo mooi maken als je wil. En wil je op deze site bouwer worden, kan je aanmelden via Twitter. Of je kan aanmelden op het forum. Dat is nieuw. En zet erin je Minecraft naam en of je een jongen of een meisje bent. Want we hebben cowboys en cowgirls. En een senior. Hij is zwaar seksistisch hier. Ja, we maken onderscheid tussen mannen en vrouwen. Maar vrouwen hebben wel een rank hoger, dus... Ja, vrouwen zijn een rank hoger, dus als technisch gezien, hoor. Maar je kan hetzelfde. Je kan hetzelfde. Ze zijn een rank hoger, maar je kan eigenlijk precies hetzelfde. Dus het maakt voor jou niks uit. Alleen, ja, kijk, ik heb liever vrouwen op de server dan mannen. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Roel. Ja, waarom denk je dat ik steeds afgeleid bent? Ja, dat weet ik niet. Nou, dat komt niet door mannen, tigri. Nou, ik ga hem afsluiten. Ik doe hem uit. En ik ga hem gewoon uploaden naar YouTube. En dit knip ik er allemaal af. En ik ben bang dat ik nog een stukje moet editen. En zo krijg je een stijve nek. Kom naar versusjoe.nl. Ja, zeker komen. Want dat is gewoon leuk. Ja. Versusjoe.nl. Kom er snel.